Goedemiddag allemaal. We horen net dat wij de volste bak hebben tot nu toe van de presentatie. Daar zijn wij in ieder geval heel erg blij mee. Er is niks mooiers dan samen met een klant op het podium staan. Heel erg trots op. Ik ben van Kirkman Company, mijn naam is Sander Kopmurg. Misha stelt zichzelf zo meteen voor. Jullie gaan luisteren naar een verhaal over datagedreven locatiestrategie. Hoe je dat op basis van data meer kan doen. Misha doet het eerste gedeelte over de casus van Zeeman. En vervolgens zal ik hem overnemen om te kijken wat dan uiteindelijk de oplossing is die wij daarvoor neergezet en geboden hebben. Alright. Floor is yours. Dankjewel Sander. Fijn om te zien dat jullie daar met de grote getalen hier zijn gekomen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de expansie van Zeeman binnen Europa. Misschien even goed een kleine introductie te doen van Zeeman, want ik denk dat de meeste mensen van jullie wel het bedrijf kennen. Maar een hoop mensen, en daar kom ik elk jaar ook weer achter, weet niet dat wij het merendeel van onze winkels in het buitenland hebben zitten. We zijn er ongeveer 15 jaar geleden begonnen, Jan Zeeman, met een winkeltje in Alphen aan de Rijn. En eigenlijk gedurende de laatste 50 jaar zijn we gegroeid van één winkeltje in Alphen aan de Rijn naar 1300 winkels op dit moment in Europa, verspreid over 7 landen. In de jaren 80 hebben we de eerste winkels in Duitsland geopend. In de jaren 90 in België en in Frankrijk. En vanaf 2015 zijn we ook geopend in Spanje en in Oostenrijk. Maar ja, die groei die we de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt, die willen we eigenlijk aankomende jaren ook blijven doen. En sterker nog, we willen daar eigenlijk die groei versnellen. En hoe kunnen we nou die groei versnellen? Gebruikmakende van data in combinatie met een markt die eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. We weten met z'n allen dat winkelen tegenwoordig niet alleen maar in een winkeltje kan gebeuren, maar ook online via het internet. Tot op heden gebruikten wij daarvoor de Wiki de Viking methode en een beetje buikgevoel. We hebben een klein filmpje over gemaakt. Dus we wisten ongeveer waar we een winkel wilden hebben. We dachten ongeveer te weten wat de omzet zou zijn. En we dachten, nou, daar gaan we erheen. We gaan kijken, we gaan rondlopen, we gaan proeven, we gaan voelen hoe zit zo'n stad in elkaar. En waar kunnen we een winkel neerzetten en wat is er beschikbaar uiteraard. En hoppakee, winkeltje openen en door naar de volgende. Dat hebben we de afgelopen 50 jaar gedaan en daar zijn we ook echt succesvol mee geweest. Want anders open je geen 1300 winkels in Europa. Maar goed, in Nederland is het allemaal goed te overzien. In België ook nog. Als je in Noord- en West-Duitsland zit, is het ook nog allemaal leuk. Maar ga je naar beneden, ga je naar Frankrijk, ga je naar Parijs, ga je naar Madrid, ga je naar Barcelona. Dat is een compleet andere wereld vergeleken met de wereld in Nederland. Wij hebben één hoofdkantoor, dat staat in Alphen aan de Rijn. We hebben één distributiecentrum, dat staat in Alphen aan de Rijn. We hebben geen enkel ander land een kantoor, dus we sturen alles aan vanuit Nederland. Dan kan je niet alleen maar werken op buikgevoel. Dan moet je gebruik gaan maken van data. Want ja, de markt in Spanje is niet vergelijkbaar met de markt in Nederland. Alleen ja, hoe komen we dan op die top daarboven op die berg? Zeeman is een lean and mean organisatie. Onze vastgoedafdeling, waar we mee in 7 landen bestieren, waar we elk jaar 40-tal winkels openen, 50-tal, bestaat uit 14 mensen voor heel Europa. De rest van de organisatie is net zo ingericht. Dus we moeten het intern, is het eigenlijk de oplossing moeilijk vindbaar. Nou, als je het intern niet kan vinden, dan moet je het gewoon buiten de deur gaan kijken. En dan hebben we gezocht naar een partij die ons kan helpen om die expansie vorm te geven en ook om de data in één pakket neer te zetten. Want we willen graag natuurlijk een systeem hebben wat niet alleen werkt in Nederland of in België, maar ook werkt in Frankrijk en Spanje op hetzelfde niveau. Nou, daar hebben we lang naar gezocht en gekeken. Welke partijen zijn er? Wat is er in de markt beschikbaar? En wie kan ons een platform bieden dat eigenlijk in alle landen waar we actief zijn op dezelfde manier ongeveer werkt? En sterker nog, buiten de 7 landen waar we nu actief zijn, zijn we natuurlijk altijd verder aan het kijken naar aanliggende landen wat ook interessant kan zijn. Zuid-Europa, Oost-Europa, misschien moeten we wel een keer de plas over, wie zal dat zeggen? Dat wil je allemaal in eenzelfde soort systeem en dynamiek hangen. Ja, en daar hebben we dus een externe partner bij gezocht. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij Kirkman Company, waarin Sander zometeen de bal overpakt. Onze huidige CEO en een van de oprichters van Kirkman Company, die kenden elkaar. En eigenlijk is zo het balletje gaan rollen en zijn we gekeken, maar wat kunnen we nou samen doen om te zorgen dat we een platform bouwen waarin we de winkels kunnen implementeren,
maar ook alle onderliggende data om die groei te faciliteren en de omzet te voorspellen in landen waar we eigenlijk nauwelijks of niet nog actief zijn, maar ook om de bestaande landen, een land als Nederland, waar we 460 winkels hebben, hoe kunnen we dat nou zo optimaal mogelijk neerzetten, zodat we blijven renderen in die groei. Ja, en uiteindelijk zijn we bij Sander terechtgekomen en zijn we eigenlijk vanaf 2019 een traject ingegaan. Kirkman, of de corona heeft een klein beetje vertraging opgeleverd, omdat je natuurlijk data nodig hebt om te kunnen groeien. Maar ja, we zijn een mooi traject ingegaan met z'n tweeën, en wat eigenlijk geresulteerd heeft in een platform wat nu live is op 7 landen. En waar we steeds meer een verdiepingsslag gaan maken. En ik denk dat Sander daar vanuit zijn data experience lead beter over kan vertellen dan ik. Dus ik ga het stokje even overgeven aan Sander. Dank. Ja, het leuke is, toeval bestaat niet. Want ik ben in 2019 bij Kirkman gestart. En op dat moment dat Misha en ik elkaar leerden kennen, waren wij ook vanuit Kirkman, samen met Han, collega die hier ook zit, kwamen wij in contact met JATS, de Geronimus Academy for Data Science. En daar leerden wij de Big Data Company kennen, onze partner. En samen met die partner zijn we dit platform gaan uitbouwen verder. Misschien een klein stukje. Dit is ons clubhuis. Dit is onze uitvalbasis Kirkman Company. Wij zijn een consultancybureau. We zijn een beetje een boutique consultancybureau. Wij transformeren organisaties, zoals we zelf zeggen. Dus we helpen organisaties veranderen. En nu sinds 2019, met de opzet van Data Experience, doen we dat ook op het gebied van data en technologie. Nou, op die manier hebben wij elkaar dus leren kennen en zijn we uiteindelijk in gesprek geraakt. En dat is met name de kracht hoe we het bij Kirkman aanpakken. We hebben niet een doosje waarvan we zeggen, dat past voor jou en dat past voor iedereen. En je moet je data daar maar ingooien en dan gaan we daar mooie dingen mee doen. Nee, we maken het passend en wij zijn ervoor om Misha en zijn team en Zeeman zoveel mogelijk te ontzorgen. Wat hebben we dan gedaan? We hebben uiteraard een heleboel interne data te beet gepakt. Dus we zijn gaan kijken naar de data van Zeeman, de omzetdata van de winkels en de basiskenmerken van die winkels. Dus waar ligt die winkel? Hoe groot is die winkel? Hoe groot is de pui aan de voorkant? Wat is de zichtbaarheid? En daarnaast ook de locatie op de kaart, want we moeten dat ook wel datatechnisch weer weten te plotten. Daarnaast zijn we gaan kijken naar een stukje store survey, want we weten niet alles over die winkel op basis van wat Zeeman daar in het systeem heeft vastgelegd. Dus we zijn dingen gaan uitvragen in die winkels. Hoe is het winkelcentrum of het winkelgebied waar die winkel ligt? En hoe druk is het daar? En wat is de leegstand? Je kunt dat soort data ook voor een deel uit andere bronnen halen. Maar in dit geval hebben we ervoor gekozen om het ook weer passend bij Zeeman, lean en mean te maken met de winkel samen, met de verkoopleider samen te doen. En daarnaast klantherkomst. We zijn gaan vragen, omdat die data niet beschikbaar was, naar de postcodes van de klanten. Dus we hebben een klantonderzoek aangezet uit de winkels of in de winkels op de kassasystemen. En dat draait. Daarnaast zijn we externe data gaan toevoegen. En dit is wel de kracht waar we uiteindelijk onze magie zeg maar toevoegen. Een stukje sociodemo. Sociaal-demografische factoren, dus over gezinsgroottes, huishoudens, huishoudssamenstellingen. Maar ook in Nederland gemiddelde WOS-prijzen van huizen die daar in de omgeving zijn. Je kunt allerlei dingen krijgen. En in Nederland hebben we postcode 6 gebieden. Dus dat betekent dat we best veel op een klein niveau van data weten. Maar in Frankrijk heb je hele grote postcodes. Dus die moet je verkleinen. In Frankrijk hebben we de verkleining gemaakt naar irisgebieden. In Spanje heet dat census sections. En op die manier is het weer per land verschillend hoe je daarmee om moet gaan. En wat je daarmee per land kunt. Nou, vervolgens zijn we die gegevens gaan combineren. En hebben we daar ook points of interest. Dus voor heel Europa hebben we de points of interest toegevoegd. We weten, net zoals je op Google Maps kan zien waar een bushalte zit. Waar een school zit. Waar een kerk zit. Of waar een winkelcentrum zit. Al die data hebben wij als data beschikbaar. En die hebben we in het platform gezet. De derde is drive times. We willen weten wat het bereik van zo'n winkel is. Want we hebben die postcodes, maar hoe ver zijn mensen dan bereid om te reizen voor een winkel? Per voet of per auto? En last but not least, een hele interessante. We zijn op dit moment bezig met druktebeelden. We hebben in eerste instantie voor een van de landen hebben gezegd, we gaan uitvragen en we gaan tellen op straat hoeveel mensen daar langslopen op die straat. Maar inmiddels met allerlei dataontwikkelingen die er zijn in de wereld, kunnen we op basis van data die we inkopen, van grids van 100 bij 100 meter over heel Europa heen, zien hoe druk het op een bepaalde moment van de dag is, op een bepaalde dag van de week. Die data kopen we in en op die manier kun je ook steeds meer gaan kijken naar conversie, of waar het wel of niet druk is en waar het interessant is om een winkel te starten. Al die data die combineren we en die zetten we in het platform. Die data integratie, dat is wel een stukje techniek. En daarvan zeggen wij ook, geef dat maar aan ons. Het maakt mij niet uit hoe de data wordt aangeleverd.
Wij zorgen ervoor dat we dat in het platform zetten. En op basis daarvan gaan we modelleren. Daar vertel ik zo meteen nog iets over. En op basis van die modellering gaan we het in een visueel platform neerzetten waar Zeeman, waar Misha en zijn team mee kunnen werken. Hoe werkt zo'n model dan? Nou, dat begint altijd met expertise-input. Wij hebben niet de kennis in pacht en alle waarheid die we maar zo neer kunnen leggen. Het gaat om Zeeman, het gaat om de kennis die zijn team heeft voor de winkels samen met de verkoopleiders en de real estate afdeling. Daarbovenop kijken we statistisch. Dus we gaan wel in de basis kijken naar die socio-demo-factoren, de sales drivers die rondom die winkels zijn. Hoe goed slaat dat aan en hoe goed kunnen we daar al op modelleren? Kun je dat in een model gaan neerzetten? De stap daarbovenop wordt wat technisch in die zin, econometrie. We gaan kijken naar wat voor type winkel. Is het een, bijvoorbeeld, niet voor Zeeman, maar een supermarktmarkt is helemaal verzadigd. Dan moet je op een andere manier gaan kijken naar waar klanten vandaan komen en wat de kracht van jouw winkel, de aantrekkingskracht is, ten opzichte van als je zegt, we hebben een winkel en als we ergens starten, creëren we nieuwe markt. Nou, in zo'n model moet je gaan kijken en dat hebben we voor Zeeman toegepast en een keuze in gemaakt. En daarbovenop zetten we artificial intelligence. Iets specifieker, machine learning. Want wat we doen, we gaan met random forest technologie kijken. Alle variabelen die we hebben en die hele points of interest database, gooi er maar eens tegenaan. En kijk maar eens welke variabelen nou impact lijken te hebben. En welke een correlatie lijken te hebben op de positieve ontwikkeling van omzet. Maar dan heb je een model, maar dan is er nog geen enkele besluitvorming. En dat is eigenlijk waar het belangrijkste toepassing is, hoe Misha en zijn team het ook toepassen. Want zo'n model op zichzelf moet je niet blind gaan volgen. Zo'n model heeft ook tijd nodig om die data heen te gaan werken. En zo'n model heeft een jaar of 2-3 nodig om echt volwassen te zijn. En dat laat ik in de volgende slide ook wel zien. Uiteindelijk geven we daar ook wel een bepaalde garantie op hoe zwaar je daarop kan leunen. Maar dat model is een van de drie dingen waar een besluitvorming op plaatsvindt. Samen met de salescollega's van Misha en met zijn eigen team van real estate. En die drie maken allemaal een inschatting. Dus in het model krijgen ze daadwerkelijk een inschatting van de omzet van zo'n winkel. En de andere twee elementen en partijen doen dat ook binnen Zeeman. En die drie uiteindelijk komen bij controlling volgens mij. Ja. En daarmee wordt een voorstel naar de directie gebracht door Misha over waar een nieuwe locatie wel of niet zou moeten worden neergezet. Dus, het is belangrijk dat we met z'n allen wel beseffen dat dit data is nog steeds niet. Het is heel interessant en het gaat ons gigantisch helpen om die groei te versnellen. Maar het is nog steeds niet de heilige graal. Retail blijft detail en emotie. En een systeem kan een hoop, maar een winkelstraat zien en voelen en door die straat heen lopen, ja, dat bepaalt uiteindelijk nog steeds ook in grote mate of een winkel attractief is voor een klant of niet. En het systeem, misschien als we over 5 jaar verder kijken, we hebben een heel ander gesprek, dat zou maar zo kunnen, want het gaat relatief snel. Maar op dit moment zeggen wij, data is een hulpmiddel in een totale cirkel. En wij gaan niet nu blind winkels aanhuren op de data. Dat gaat gewoon nog niet, want dan blijft de consument misschien wel weg op de plek waar wij juist moeten zitten. Ja. Het gaat in die zin ook nooit om de data en de technologie, maar hoe je het toepast uiteraard. En wat voor een waarde het een organisatie kan brengen. Even een aantal dingen waar we dus voor staan en waar we echt naartoe gaan groeien zijn, is 90% betrouwbare omzetting op voorspelling voor nieuwe winkels en uiteindelijk ook voor relocatie. Dat is echt waar we ons hard voor maken en waar we ook achter staan. Dat is best wel een statement die we maken, waar we iets voor willen doen. Daarnaast een intuïtief platform. Maar niet alleen de voorkant is intuïtief, we willen het aan de achterkant ook intuïtief maken. Dus zo makkelijk mogelijk het implementatietraject maken en zorgen dat er eigenlijk Zeeman en Misha's team geen last van hebben. Het grootste compliment wat we gehad hebben is toen wij het samen aan de directie presenteerden, dat daar werd gezegd, dit draait en we hebben er geen last van gehad. Onze business is tegen geen enkel moment van op pauze geweest. Ja, dat is gaaf. En niet alleen voor nieuwe winkels, maar ook voor optimalisatie. Dus voor optimalisatiescenario's. Ik ga het zo meteen kort laten zien. Het gaat in een bloedtempo. Wij mogen ook maar een half uur in die zin. Maar ik ga wat laten zien. Waarbij je dus kan zien dat het niet alleen gaat om het openen van een nieuwe winkel. Maar vaak zit daar ook een effect van. Misschien wil je een huidige winkel sluiten. En daarmee een relocatie of een optimalisatiescenario doorlopen. Dat kan allemaal en hij rekent het allemaal door. Ik ga eerst laten zien hoe dat werkt voor een nieuwe winkel. Nou, we zagen net al even dat Wiki de Viking in Weert aan het kijken was. En ik heb nu een nieuwe winkel aangeklikt en hier aan de linkerkant zie je allerlei winkeleigenschappen.
Dus de elementen van de winkel die zie je hier. En je ziet hier rechts zie je de total sales estimation. Dat is wat het omzet of het model inschat aan wat die winkel kan doen. Dus ook voor het huidige portfolio doen we dat. Je ziet het verzorgingsgebied in blauw. En als we met deze slider gaan bewegen, dan kunnen we zien wat het bereik is wat we willen hebben als mensen met een auto naar de winkel toe komen. Hoe ver reiken we dan als dat op 10 minuten zou worden gezet bijvoorbeeld? En dan zie je dus dat dat verzorgingsgebied best goed dekkend is. Op die manier kun je ook naar nieuwe locaties gaan kijken om te zien, hey, hoe werkt dat? Nou, we gaan dus op die locatie een nieuwe locatie neerklikken en het werkt daadwerkelijk zo. Op die kaart kun je een nieuwe locatie aanklikken en dan moet je een aantal vragen invullen. De data die we niet hebben, die zullen ze zelf moeten invullen. Nou, dan klik je op save en vervolgens klikken we rechtsbovenin op calculate. Dan gaat hij de omzet voorspellen en in die zin berekenen voor die winkel. Nou, we zien dat daar dus uitkomt een scenario van 580k en je ziet gelijk het voorspelde verzorgingsgebied van die winkel. Maar wat je ook kan zien is de impact uiteindelijk. Want je wil niet alleen zien, dat is leuk, maar er liggen allerlei huidige winkels al omheen. Dus als ik nou eens de impact bekijk, dan zie ik, hey, die winkel heeft een heel nieuw verzorgingsgebied, want dat is groen. Dus dat is nieuw te dekken gebied. Maar als ik dan een van de huidige winkels aanklik, dan zie ik dat hij daar ook wat van afsnoept. Dus je ziet ook gelijk het impact en het cannibalisme wat daarmee optreedt. Als ik dan doorga op een andere plek, een optimalisatiescenario. Hier heb ik een aantal winkels bij elkaar. En hij gaat zo meteen, ik moet hem wel aanzetten. En we gaan zo meteen weer even een nieuwe winkel openen. Een stukje verder weg. Wederom de vragen. En als we dan gaan kijken, ik wil in dit scenario willen we ook een huidige winkel sluiten. En wat je dan ziet is dat al die winkels die daar omheen hebben, die hebben daar een mogelijke impact van. Positief dan wel negatief. Als we nu kijken, die twee scenario's, die sluiting en die opening staan daar dus in. We laten dat weer berekenen. En dan gaan we zien dat van die nieuwe winkel, dat we gelijk ook weer het verzorgingsgebied inzichtelijk krijgen. We hebben hem nog op impact staan, dus dat is groen. Dat is dus echt een groot nieuw gebied wat we daarmee dekken. En je ziet ook de omzetvoorspelling gelijk staan. In dit rapport wat je nu ziet, zie je een winkel gesloten, dik rood. Een winkel geopend, groot bedrag aan nieuw. En je ziet positieve en negatieve impact van omzet door andere winkels. Doordat we een sluiting en een opening hebben gedaan. En dit werkt hij allemaal door. En dat doet hij op basis van het algoritme. In het kort. Mocht je meer daarvan willen weten, over, we staan hier achter. We kunnen het laten zien. En kom vooral daar ook voor langs. Deze in het heel kort. Wat we doen is eigenlijk op een interactieve manier. Want Michel zei het, we zijn live in 7 landen. We draaien dat in een interactieve manier. We halen de data op. Dus we beginnen met de business context. De sales drivers en de succesfactoren. We gaan door de data loop heen. En uiteindelijk gaat het over de experience. En wat een belangrijke daarbij is, dat we bij de eerste oplevering van zo'n model, dan kijken we, wat is nou de correlatie en wat zijn de succesfactoren geweest die we hebben kunnen vinden? En klopt dat ook? We hebben in een van de landen bijvoorbeeld een voorbeeld gevonden dat de aanwezigheid van busstations leek datatechnisch een enorme boost te geven aan de omzet. Nou, dat houden we dan vervolgens tegen Misha en zijn team aan. En zeggen we, willen we dat wel of niet meenemen in het model? En op die manier zie je de verschillen per land. Maar je ziet ook verschillen en datatechnisch dingen terugkomen in grensregio's, in vakantiegebieden. Nou, allemaal van dat soort dingen. Daar kijken we naar, dat nemen we mee. We modelleren het en we houden het tegen Michel en zijn team. En uiteindelijk kiezen we gezamenlijk voor, dit is logisch om mee live te gaan. En dat wordt gedurende 2-3 jaar, wordt dat continu elk jaar aangescherpt. En op die manier gaan we daarmee doorheen en blijven we op die manier loopen. En zorgen dat we meer en meer landen live brengen. En zo eenvoudig kan het zijn. Ja, zo eenvoudig kan het zijn. Maar dan nog één, want dit is wel het begin. Waar we nu naar aan het kijken zijn, we hebben de landen live. De eerste resultaten komen daar nu op door. En dit is nog wel het begin, want we zijn nu verder aan het kijken. We gaan naar prijsclustering, prijsdifferentiatie kijken, category management, productdifferentiatie. Allemaal elementen die we gaan toevoegen. Hoe gaaf zou het zijn uiteindelijk als je een winkel kan voorspellen op basis van een platform. En ook kan zeggen, daar moet je die en die productcategorieën, die moet je daar niet in stoppen. En Groningen en Parijs, die lijken gedragstechnisch op elkaar. Als je correlaties en vergelijkingen over de wereld heen zou kunnen zetten, of over Europa in ieder geval, om te beginnen. Maar tegelijkertijd is het dus, het is nog maar het begin, maar tegelijkertijd is het ook wel eigenlijk een advies of een oproep. Het gave is wat Misha gedaan heeft, en dat is echt wel een compliment naar hem en zijn team toe, ze zijn begonnen. Gewoon beginnen. En wij hoorden net van iemand ook die zei, we hebben heel veel data, maar we doen er nog niks mee.
data gaat op het moment dat je het toepast en gebruikt nooit morgen het gouden antwoord geven. Je moet ermee beginnen en dit soort modellen heeft leertijd nodig. En als je dat accepteert en ermee gaat starten, dan heb je over 2 of 3 jaar heb je een absoluut scenario waar je serieus op kan leunen en waar je ook optimalisaties op kan draaien. Dat is echt een advies hoor, begin er gewoon mee. Want ik denk dat heel veel bedrijven, ook mensen die hier zitten, bij bedrijven echt wel bezig zijn met data of het proberen te gebruiken. Maar om daar ook daadwerkelijk analyses op te kunnen maken, dat is natuurlijk een tweede stap. Maar begin er echt mee, want het gaat echt inzichten geven en het gaat echt helpen om stappen te maken, om future-proof te worden, waar we natuurlijk hier in de Provada ook jaren geleden al mee bezig zijn geweest. Maar het is echt, ook in de retail wordt het steeds belangrijker om echt op data te gaan sturen, want die klant die heeft 1 miljoen keuzemogelijkheden, maar wij willen hem graag bij ons naar binnen hebben en niet bij de buurman. Dat was het voor ons, maar misschien zijn er vragen. Volgens mij hebben we daar nog wel 5 minuten voor. Gaan we deze gebruiken? Mag ik het zo doen? En je schijnt in de voorkant te moeten praten. Ja, je vertelde net over je rigiditeit en je buikgevoel. Kun je ons in het kort iets vertellen over hoe je jouw buik in zijn algoritme hebt gekregen? Want volgens mij is dat wat jullie gedaan hebben. Ja. Mijn buik zit niet helemaal in zijn algoritme. Zover zijn we nog niet, want dan betekent dat ik hier ook een robotje ben, denk ik. Nee, we hebben wel inderdaad gebruik gemaakt van de lokale kennis per land. Want elk land heeft toch weer differentiaties. Een winkel in Madrid is geen winkel in Amsterdam. Dus we hebben gebruik gemaakt van de local kennis van de vastgoedmanagers in de landen. En van de verkoopleiders in de landen en de regio-managers. Maar wat valt ons nou op? Wat is gewoon op fysiek en om door die winkelstraat heen te lopen, wat zijn nou herkenbare punten die we eigenlijk steeds zien terugkomen? Ja, en die hebben we in die data ingeladen. En zo kennen we dit, wij denken dat dit belangrijk is. En ja, dat hebben we zijn gestart met Frankrijk in eind 2019. Ja. En daar zijn we eigenlijk gestart, want dat is een relatief ingewikkeld land op retail. Dus daar zijn we gestart met, maar wij denken dat dit het is. Dus nou, beginnen, inladen, store surveys uitgestuurd, heel veel informatie opgehaald, programma live gezet, andere landen live gezet. En we zijn nu eigenlijk denk ik, ja, het is wel leuk wat we allemaal bedacht hebben, maar nu zijn we eigenlijk een fase verder. We zijn opnieuw die store survey aan het uitzetten nu. Want we hebben gewoon gezien, dit werkt niet en dat werkt wel. Hup, alles weer ophalen. En het is ook learning on the job. Dus elk jaar proberen we die stappen te verbeteren. En we zullen misschien nog wel een keer een survey uit moeten gaan zetten. Of we moeten toch nog een keer, wat Sander zegt, extra data in gaan kopen. Omdat we dan toch die optimalisatieslag kunnen maken. Ja. Dus het is proberen elk jaar een beetje buikgevoel die kant op te schuiven. Goeie vraag. Daar nog een vraag. Hoi, Michel Eijer van de Boren Valuation Group. Ik had eigenlijk dezelfde vraag, maar dan improviseer ik even, dankjewel. Zou je bereid zijn om ook de data van je concurrent in dit model te laden? En zou het het model beter maken, of juist niet? Nou, uiteindelijk is het met data zo, hoe meer data je hebt, hoe beter het wordt. Alleen de vraag is, wat ga je delen met elkaar? Hoe ver wil je gaan? Wil je omzet gaan delen? Wil je passanten gaan delen? Wil je conversie gaan delen? Ja, daar zullen we denk ik als retailers onderling en misschien uiteindelijk ook met beleggers, met verhuurders, met makelaars over moeten gaan praten. Waar zit het optimum? En natuurlijk, hoe meer je deelt, hoe transparanter het wordt. Ja, daar zitten natuurlijk voor- en nadelen aan. Het is wel de toekomst. Ja, dat is wel lastig. En ik denk uiteindelijk als we de retail als fysiek overeind willen houden in een bepaalde vorm, dan zullen we meer samen moeten werken. Want ja, online is natuurlijk ideaal voor de gemiddelde klant. Je bestelt wat en een dag later is je thuis en je hoeft de deur niet meer uit. We zijn daar ook wel verkennende gesprekken vanuit ons land voor. Want wij hebben een van onze practices, die zet ecosystemen op met klanten. En dit is ook een data-ecosysteem waar we onze gedachten over gaan. Hoe interessant zou het kunnen zijn als je op zo'n kaart een rood, oranje, groen-achtige inschatting kan zien van elkaar bijvoorbeeld. Een datadeling is natuurlijk, je geeft iets en je krijgt iets zonder dat je daar iets voor hoeft te betalen. En op die manier vertegenwoordigt data ook een waarde. Dus zeker iets waar het naartoe gaat, denk ik. Maar waar we ook wel echt, denk ik, over na moeten gaan denken, hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen? Want het is wel, wat Sander zegt, is wel, en ik denk ook wat jij bedoelt, het is wel heel interessant. Ja. En het gaat echt helpen. We hebben nog een vraag. Dankjewel.
Hier, hi. Hi. Ik heb een vraag aan u. Focust u zich alleen op retail of maakt het niet uit wat voor branche? Nee, maakt niet uit. Het is je, alles. Het is je trouwens hoor. Maar, je. Nee, maakt niet uit. Sowieso, ja op retail. Dus we hebben naast Sema nog een aantal andere klanten. Maar ook food retail, daar zijn we naar aan het kijken. Maar ook de andere kant op. Je zou dit zeker ook voor vastgoed kunnen bekijken. Want hoe interessant is het op zo'n manier naar data te kijken en voor een vastgoedlocatie te bekijken. Hey, wat zou nou de perfecte combinatie zijn? Wat voor een onderwerp wil je daar hebben? Of wat voor een brand wil je daar bij elkaar hebben? Wat versterkt elkaar? En op welke manier kun je dan die omgeving weer interessanter maken voor consumer behavior? En misschien ook vanuit een duurzaamheidsaspect, want daar zijn we ook naar aan het kijken. Hoe kijk je naar zo'n omgeving? Dus ja, zeker. Hi, allereerst complimenten voor dit model. Heel mooi om te zien en ook jullie samenwerking, hoe dat tot stand is gekomen. Ik heb een vraag, dat gaat met name over de ruimtelijke kaders. Van, als die winkel wordt neergeplopt op een locatie, wordt er ook rekening mee gehouden met wat de bestemmingsplan technisch mogelijk is? Hoeveel meters daarin kwijt kunnen? Of is dat echt 100% degene die hem erin klikt, dat diegene al weet dat daar zoveel meter WVO mogelijk is en noem maar op? Ja, op dit moment gebruiken we het als laatste. Natuurlijk beschikbaarheid van vastgoed moet je zien, moet je langslopen. In Nederland staat alles op Funda. Maar in Frankrijk en Spanje staat er gewoon een bordje op van de eigenaar met een telefoonnummer. Dus je moet er langs. Dan wordt er altijd wel een urbanisatiecheck gedaan. Om te kijken van kunnen we überhaupt een winkel realiseren en dan voeren we in het model. Maar we zijn ook aan het kijken samen met Sander, kunnen we hem omdraaien? Waar zitten de, op basis van de data, waar zitten de white spots? Waar zitten we nog niet, waar we wel kunnen zitten? En daar zijn we nu druk mee bezig om dat eens even te kijken. Hoe kunnen we dat nou bouwen? En we zijn voor Nederland, hebben we daar al een kleine exercitie voor gedaan. Maar in Nederland hebben we 500 winkels, dus dat is minder relevant. Maar ja, als wij in Spanje kunnen zeggen, dit zijn alle plekken waar we kunnen zitten. Ja, dan wordt het natuurlijk het werk wat een stuk eenvoudiger van voor onze mensen in het land. En je kan in Nederland zou je ook allerlei kadasterdata en planningsdata. Dus er zijn wel mogelijk. Wij spreken ook met partijen die dat soort dingen ook wel onderzoeken. Maar op een gegeven moment gaat de afweging zijn, en dat zijn de gesprekken die wij hebben, wanneer ga je data blijven inkopen en wanneer ga je gewoon inderdaad, ik bedoel, zijn team heeft ook een job, die gaat een algoritme voorlopig nog niet helemaal kunnen vervangen. Het zou inderdaad wel een mooi dubbele laag zijn als je dat ook nog erin toevoegt, want dan ja. Zou je ook, ja, moet je wel 350 verschillende gemeenten bij wijze van ook erin zetten, maar wel een, denk ik, mooie toevoeging in theorie. Alright, ik denk dat we dan aan het einde zijn gekomen van deze sessie. Dank allemaal. Ja, dank jullie wel.